Jij bent vast en zeker de zwangerste vrouw ter wereld, maar zou je ook de slimste mens ter wereld kunnen worden? Ik denk het niet, zo. Nee? Alleen misschien. Ik weet het eigenlijk niet. Nee, was jij een goede student op school? Ik zorgde ervoor dat ik net nooit een examen had. Dus tot daar, ja. En moest je daar veel voor studeren of ging het allemaal vanzelf? Het ging eigenlijk ging dat wel vanzelf. Ja, eigenlijk, ja. Dus ja. Eigenlijk ging dat wel goed. Maar ik vind slim zijn en veel weten nog echt een groot verschil. Dat is waar. Ja, dat klopt. Dus ja. Ik weet niet veel. Maar je bent slim, heb je nu gezegd. Dat heb ik gezegd. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik maak me eigenlijk weinig zorgen over jouw kennis. Ik maak me meer zorgen over dit eigenlijk. Even kijken naar dat fragment. Anthony. Is het echt waar? Ja. De man van uw leven? Ja. Pardon. Dat is geen boer. Nee, dat is geen boer. Wat mij het meest verontrust is dat jij zegt dat geen boer was. Nee. Weet je wat dat is? Oort, wacht, hè. Ik zal het nou nog eens doen. Maar... Nee, echt, mijn grootmoeder die had dat ook. En dat was de enige op heel de oort, hè. Ik kan dat niet anders. Maar ik heb het nu ook, zo. Ja. Ja, ik weet niet wat dat is. Oei, ik weet het nog altijd niet. Ik heb het nu ook, zo. En, maar probeer mij echt in te houden. Je kunt dat gewoon doen? Of? Nee, ik kan dat wel een beetje verharden. Allee, versterken als ik dat wil. Ja. Maar ja, ik weet echt nog altijd niet wat het is. Het is reflux of zoiets. Ah, ja, het heeft daar iets mee te maken. Dat is toch niet besmettelijk? Maar wacht, hè, tot straks. Heb jij ook zoiets, Raf? Nee, ik heb niks. Nee? Nee. En Peter ook niet? Nee, tot nader orde niet. Nee. Maar bedoel, als dat gebeurt, dan moeten we ons geen zorgen maken. Hè? Nee. Ik zal mij proberen in te houden. Ja? Voilà. Dag Guy, dag Sien. Vind je het fijn om hier in de jury te zitten? Ja, ik vind het heel fijn. Ja? Ja, het is heel leerrijk ook. En allemaal lieve mensen. En K3, ons Karentje. Ik ben echt fan van u. Hè. En ik ken al jullie liedjes. Hè. Diritumba. Diritumba. Nee, wat verwachten jullie van Karen Dame? Ja, ik ben helemaal supporter van Karen. Ik denk dat zij dat heel goed gaat doen. Ja, ik denk dat ook. Ja. Ja. En ik support er ook voor haar kleintje. Dat is een jongetje, denk ik. Ah ja? Ik weet het niet. Ik weet het nog niet. Ah, maar... Stanley Kretsen dat toch gezegd? Dat is een jongetje. In ieder geval, ik wens u alle twee heel veel succes. Misschien alle drie. Dat is toch wel een stevig buikje. Maar het is maar eentje. Serieus? Ja. Dat weet ik wel, zeker. Allee. Ik hoop vooral dat ze live bevalt, want ik heb die bevalling van Kai Mook ook live gezien op televisie. Daar heb ik toch wel een traantje gelaten. We gaan 60 seconden uitdelen voor het te laat is. Ik zie al een beetje opening, dus... Ja. Heel goed, meisje. Gaat het nog een beetje met buikje? Ja. Mocht er iets gebeuren, geen paniek, want Sien, dat is een echte vroedvrouw. Wat zeg je nu? Maar je kunt toch geweldig goed vroeten in bed? Hoor ik van praktisch alle andere juryleden. Testen of je de klassiekers kent. Hoe krijg je 5 olifanten in een deux chevaux? Ah ja, wacht hè. Ja? Dat is zo de deur open en de olifanten erin en de deuren terug toe. Nee, en dan komt er nog een vraag. Of is dat dan niet? Ja, dat kan ik niet helemaal goed rekenen. Raf? 4 op de zetels en eentje in een nassenbak of zoiets? Nee, dat is niet de klassieker. Dat zijn weer gecremeerde olifanten. Ik voel dat er iets niet klopt. Nee, dat klopt. Peter. 2 vooraan en 3 achteraan? Dat is goed. 2 van voor en 3 van achter. Dat zijn die... Ja, dat was het. Hè. Ah, nee, wat jij zei, dat is dan meer. Dus je hebt die olifanten en dan zeg je van hoe krijg je 5 giraffen in een deux chevaux? En dan is deuren open, olifanten eruit, giraffen erin. Dat is En er zitten 5. Wacht, hè? Jawel, er zitten 5 olifanten onder een paraplu. En die zijn natuurlijk veel te groot voor onder die paraplu. En toch worden die niet nat, hoe komt dat? Ze zitten in 2 pk.
Nee, omdat het niet regent. Ik ben ook wel een flauw. Ja. Hoe noemden ze in de oorlog een SS'er met van die zwarte laarzen? Een heilbot. Nee, goed. Zoals elke onbezonnen papa heb ik mij ooit door mijn dochters laten overtuigen tot de aanschaf van 2 konijnen. Nu, dat ging allemaal goed, tot op een zekere dag mijn dochters het huis binnenstormen, al roepende: Rosalie zit op Bonnie, Rosalie zit op Bonnie. Ja, het was zover. Onze konijnen waren aan het vogelen. Nu, ik heb dan proberen uit te leggen aan mijn dochters dat dat natuurlijk is, dat niet pijn doen is, dat dat eigenlijk een vorm van graag zien is, dat mama en papa ook soms wel gelijkaardige bewegingen maken. Tot mijn oudste dochter zei: ja, maar papa, onze konijnen, dat zijn toch 2 vrouwtjes? Ja, 2 vrouwtjes, ja. En ja, dan ben ik over Sarah Bettes begonnen, hè. Ja, wat moet u doen? Maar wat weet u eigenlijk over Sarah Bettes? Heese stem, ja, bijna. Toen ging je er bijna naartoe, hè. Ja. Ze maakt soms ook zo van die heel rare geluiden, joh. Serieus? Ja, echt. Dat ze niet weet wat eigenlijk. Nee. Karen Doerlijs? Ja. Zeg, allee. Wat kan het, Saske, echt, ja. Echt waar? Wacht. Ja, ik denk. Ik heb een mopje van een nonneke dat we naar een dokter moet. Ja. Mag ik dat vertellen? Ja, dat mag je vertellen. Een nonneke, zo jong nonneke, en ze moet naar de dokter voor een algemeen onderzoek. En ze moet dat natuurlijk helemaal uitkleden. En de dokter legt zijn handen dan op haar hoofd. En hij zegt nu eens 88. En dat nonneke zegt 88. Dat is allemaal oké, zegt een dokter. En dan legt hij zijn 2 handen op haar borsten. Dat kan hij nu niet doen, want ik heb dat niet. dan zegt hij, zegt nu is 88. En ze zegt 88. En hij zegt, ja, dat is allemaal oké. En dan steekt hij zo 2 vingers in haar muizenke. En dan zegt hij, zegt nu is 88. En dan zegt ze, 1, 2, 3. En ja, dat is goed gespeeld, hè? Goed gepuzzeld. En didgeridoo, ken je het? Weet je hoe dat gaat? Dat was zo'n boas, hè? Allee, ja. Zoiets lang. En... Ja. 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 Dat trekt er toch op, hè? Ja. Ja, heel goed. Ik denk dat ik nu weet wat dat geluid betekent. Ja. Proficiat, het is een aboriginal. Zo eenvoudig kan dat zijn. Die zich verhuurde voor $3000 voor een hele week. Nee. Heb je hem gezien, de film, Peter? Ja, ik heb hem een paar keer gezien. Ja, ja, mooie film. Hè? Mooi, ja. Film. Ja, vind ik ook. Jullie, mooie film, hè? Ja. Ik vind het niet echt geloofwaardig, zo'n een oude vent met zo'n leuk jong meisje. En hij moet haar betalen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, dat kun je nog beter met zien doen, eigenlijk. Huh? Terug tegen van de ziek. Ja. Ik bedoel, dan valt het gewoon onder de noemer thuiszorg. Ja. Nee? Nog erger. Eén fragment voor het einde is dit de stand eraf. 172, Peter 245 en Karen 301. Nee, Karentje, hoe dan? Ja, ja. Ja, dan moest ik trompetten, hè. Ja. Zie, maar het is nog niet gedaan, hè? Nee, maar ja. Het zit erin, hè. Ja, dat is waar. Dat is waar.